Hoi allen, ik ben Tim en in deze video hebben we de laatste opvallende dingen van Wie is de Mol seizoen 23. We bespreken onder andere de top 10 beste hints naar elke finalist, nog een paar losse theorieën uit aflevering 9 en een terugblik naar aflevering 1. Om deze video te beginnen gaan we eerst even een paar losse theorieën uit aflevering 9 nog bespreken die we niet hebben behandeld in de eerste video. Daniel blijkt namelijk de penningmeester te zijn aan het einde van de ruilopdracht. Heeft Soy deze rol mogen doorgeven aan iemand, net zoals Anke deed naar Ranomi? En vertrouwt Soy Daniel dus heel erg? Een andere optie kan ook nog zijn dat de groep heeft besloten dat iedereen sowieso één keer penningmeester wordt en dat Daniel nu aan de beurt was. Dan even een theorie van Max van de Telegraaf die heel sterk is richting de mol. Het lijkt namelijk heel erg dat Soy zijn test heeft ingezet op Jurre. Soy heeft namelijk op de testvraag als hoeveelste ging de mol abseilen in aflevering 8 geantwoord als derde. Dus de mol ging volgens Soy als derde abseilen. En Soy wil voordat deze opdracht begint, voordat de abseilopdracht begint, dat Jurre als derde gaat abseilen. Het lijkt hier dus te gaan dat Soy op Jurre zit tijdens de test. Echter is het natuurlijk niet gelukt en ging Daniel uiteindelijk als derde. Soy zegt daarna in zijn biecht dat die vraag dan fout zou zijn. Maar dit is niet het geval. Ik denk zelf juist dat deze vraag dan juist de enige is die Soy goed heeft op de mol. En dan heb je natuurlijk nog één andere optie en dat is natuurlijk dat dan Ranomi de mol zou zijn. Het is of Daniel of Ranomi volgens deze theorie. Daarnaast heeft Remco met een K Soy gesproken gisteravond. Remco vroeg aan Soy of hij al weet wie de mol is. En daarop antwoordt Soy dat hij dat weet en dat hij het heel verrassend vond. Als wij nu naar deze aflevering kijken, zou het heel verrassend kunnen zijn dat bijvoorbeeld Ranomi de mol is. Aan de andere kant zou het ook nog verrassend kunnen zijn dat Daniel de mol is. Want Daniel en Ranomi die verdienen allebei het meeste geld dit seizoen. Dus ja, als het heel een verrassende mol is, dan denk ik dat het niet Jurre is. En dan tot slot, als de mol tegen Ranomi zegt dat hij misschien met zichzelf aan het praten is, knikt Ranomi ja. Beantwoordt Ranomi dus de vraag van de mol met ja? Dan heb ik nu van elke finalist de top 10 hints en theorieën. Allereerst Ranomi Chromowit Jojo. Ranomi Chromowit Jojo identificeert zichzelf in aflevering 1 al door de stippen op de kisten. Als je deze kisten verbindt, kan het slaan op het logo van de Olympische Spelen. Dit is verder een goede verbinding met de bekendmaking van de kandidaten op 5 verschillende plekken in Nederland. Verder komt zij in deze opdracht niet uit de kist en verdient ze geen geld. Dan in opdracht 2 hoeft Ranomi niet te zingen, maar geeft ze wel toonaangevend een badeendje aan op de schoorsteenschouw. Dan in aflevering 2 draagt ze een groene helm bij de staalfabriek in Saldana en een mol gaat natuurlijk altijd door met een groen scherm. Dan in aflevering 3 met de titel Spelbreker is Ranomi te zien met een pikhouwbeel in de hand waarmee ze het ijs breekt. Breekt zij het spel? Verder eindigt Rick zijn beginstukje van de aflevering met het woordje vertroebeld, een verwijzing naar troebel water. Dan in de Doolhof opdracht staat er op de fruitkisten de naam De Keur. Als je dit opzoekt op internet kom je erachter dat het in Nederland te maken heeft met waterschappen. Dan nog enkele titels die verwijzend zijn naar Ranomi. Aflevering 2 heette Kunstgreep en Ranomi stelde voor om in plaats van een vogel een vis te gebruiken. En aflevering 4 heette Weglopen en Ranomi loopt als enige het Doolhof uit met geld. Dan de enveloppen nog in de opdracht met de struisvogels. Bij Ranomi staan deze enveloppen in een M-vorm. Van mol dus. In de safari-opdracht maakt Ranomi verder nog foto's in het zwart-wit. Is zij kleurenblind net zoals een mol blind is? Is Ranomi de mol? Dan nu finalist Jurre Geluk. Jurre Geluk is de klunzige clown van het stel, ook wel bekend als de opvallende mol. In aflevering 1 maakt hij de juiste verbinding met de kisten en verdient hij geld voor de pot. In de tweede opdracht wordt hij echter gesnapt door het jurylid en verdient hiermee dus geen geld meer. Dan in aflevering 2 is Jurre degene die de foto's op een verticale foute manier maakt, een goede kunstgreep. Vervolgens in aflevering 3 maakt hij het woord model samen met Aniek, een anagram voor de mol. Ook kunnen de meerdere badeendjes dit seizoen verwijzen naar Jurre. In De Wereld Draait Door zaten namelijk 6 jaar badeendjes verstopt in het decor. En Jurre was vaak de gast en had een eigen rol bij Jong De Wereld Draait Door. In aflevering 3 met de titel Spelbreker is Jurre degene die het ijs als enige breekt met zijn handen. Een goede spelbrekende actie.
Dan in de opdracht met de kerkgangers omschrijft Jurre zichzelf door de portofoon heen. Hij portretteert zichzelf. Geel shirt, witte broek. Daarnaast is Jurre ook de enige kandidaat die we zien weglopen bij Rick na het maken van de test. Dan in aflevering 7 met de opdracht waarin de kandidaten tegen elkaar moeten strijden, graaft Jurre vooral met zijn handen in het zand in plaats van met de schep. Verder laat hij het molteken zien bij de safari-opdracht en is hij wel erg voorbereid op deze opdracht. Dan in aflevering 9 is Jurre degene die ja zegt op de vraag of de mol met zichzelf praat. En dan tot slot molt hij nog een blauwe tas weg in de opdracht met het bootje. Is Jurre de mol? En dan tot slot finalist Daniël Verlaan. Onze hackende IT-specialist. Het begon allemaal in aflevering 1 waar hij en Vrouwtje in het Nederlands begonnen te roepen om hulp in een buitenlands land. Verder zit in de leader van dit seizoen een soort rollende code verwerkt. Hij is anders dan voorgaande seizoenen. Verder is er een grote hoeveelheid hacken. Een verwijzing naar Daniël als mol. Denk aan de foto's in het molboekje, de rubber ducky wat staat voor een USB-key, Rick de regisseur die zijn Instagram op zwart liet staan, de telefoontijd in de allereerste opdracht is een computerfoutcode, de binaire codes in de muurschildering onder andere in de leader, de testvraag waarin Soy niet was opgenomen als optie, de eerste 3 afleveringen waarin er geen briefgeld was, en zo zijn er nog meerdere. Dan in aflevering 2 bij de opdracht in de winkel van Sinkel staan er achter de letters MOL een paar oude PC's. Een verwijzing naar het beroep van Daniël. Dan in aflevering 3 is de titel Spelbreker. Daniël probeert het kistje van Nabil en Sander te openen met zijn eigen sleutel. Dan het getal 4 en elke keer het vierde rode scherm. Dat kan verwijzen naar de vierde in de leader, Daniël. En de vierde letter in het alfabet is ook de letter D van Daniël. Dan nog wat afleveringstitels die naar hem verwijzen als mol. Aflevering 2 heet de kunstgreep. Een andere betekenis van kunstgreep is manipulatie. Daniël sluit een bondje met Anke en manipuleert haar hiermee. Aflevering 3 heet de spelbreker en Daniël oppert als eerste om voor de jokers te kiezen in plaats van het geld. Dan nog de mislukte molactie om het ei met 1000 euro weg te mollen. Hij ziet dat het juiste ei met het geld er al is afgeschoten en begint dan ineens heel fanatiek pijlen te vangen. Verder in aflevering 7 doet Daniël het lekker chill aan op het strand, hij hoeft zichzelf immers niet te spreken als mol. En dan tot slot zegt Daniël in aflevering 9 nog dat hij alles heeft mogen meemaken van Wie is de Mol. Als je alles meemaakt van het programma, ben je dus eigenlijk ook de mol. Is Daniël de mol? Nou, dit zijn natuurlijk de beste hints naar elke finalist. Het zijn er maar een paar. En zoals ik het zie, kan eigenlijk iedereen het op dit punt zijn. Het maakt niet uit wie het is. Er zijn altijd hele goede hints naar elke finalist. Laat vooral ook weten in de reacties wie jouw mol is. Meepraten over Wie is de Mol, de Verraders of de Mol België. En onder andere gezellige gesprekken over theorieën, hints, molacties en heel veel andere dingen om het programma heen. Dan kan je de WhatsApp-groep joinen en de link daarvan staat in de beschrijving. En ik moest ook even zeggen dat Thomas, die in die groepsapp zit, dat hij het heel erg naar zijn zin heeft. Dan wil ik nog even terugblikken op aflevering 1. En dan vooral de testresultaten. Het valt namelijk op dat de mol soms wordt verdacht door de eerste afvaller. En dan zeg ik soms, want het is natuurlijk niet altijd zo. In dit seizoen zat Sarah deels op Ranomi en Daniël. Is een van deze twee dan de mol? Verder viel ook nog op dat bij de finale test dat we bevestiging kregen dat Daniël blijkbaar meer dan 2 pakbonnen vast had in de doolhofopdracht. Hij had er dus uiteindelijk 5 vast. Echter zien wij dit natuurlijk niet duidelijk in de montage terug en is dit dus een uitzonderlijke molactie die de montage eigenlijk voor ons een beetje verbergt. Want wij zien dat Daniël, volgens de montage zien wij dat Daniël met 2 pakbonnen afgaat, zodat hij wordt ingesloten. Maar als wij hadden gezien in de montage dat Daniël ook die andere 3 pakbonnen had gepakt in het doolhof en toen af was gegaan, waren de verdenkingen ineens heel hoog geworden bij Daniël. En dat willen de makers natuurlijk niet met de mol, dus gaan ze ervoor zorgen dat de mol minder verdacht wordt. Hetzelfde geldt voor Ranomi, die verdient natuurlijk als enige 350 euro. 350 euro is niet veel als je kijkt naar het aantal geld wat ze kan verdienen in de opdracht. Maar dit laat toch weer zien dat Ranomi waarschijnlijk toch wel een beetje fanatiek is en dan dus eigenlijk een fanatieke kandidaat, omdat ze geld verdient als enige. Dus in de montage zitten er heel veel dingetjes waarvan je kan denken,
Wat moet ik ermee? Ook nog even een goede hint gevonden door Mark op Instagram. Als Daniel de telefoon opneemt bij het laatste moment dat de kandidaten met de mol kunnen praten, dus een beetje aan het eind van de aflevering, aflevering 9, is er een mol-logo in beeld. Als even later Ranomi en Jurre de telefoon opnemen, is dit niet het geval. Dan gaat het om het mol-logo die op de telefoon staat. En die is dus alleen maar in beeld te zien bij Daniel en niet bij Ranomi en Jurre. Er kan ook nog een verbinding zijn met aflevering 1. Want in aflevering 1 is er een mol-logo is alleen maar in beeld bij Daniel en Vrouwkje. Nou, Vrouwkje is natuurlijk uit. Dus dit kan een hele goede verbinding zijn met aflevering 1 en aflevering 9. Het is nu tijd voor de eindconclusie. Met de o zo grote vraag, wie is de mol? Mijn mol is na de afgelopen aflevering steeds tussen Jurre en Daniel gebleven. Eigenlijk al vanaf het begin. De eerste 3 afleveringen was het voor mij Daniel of Ranomi. En vanaf aflevering 4 werd het Jurre of Daniel. Een beetje aan het einde in de podcast spreek ik daar ook over dat ik vooral Daniel en Ranomi juist verdenk. Maar nu is de eindconclusie toch echt Daniel geworden. Daniel is voor mij de mol van seizoen 23 van Wie is de Mol. Mocht het Jurre zijn, dan ga ik toch ook wel weer iets anders kijken naar het programma. Dat eigenlijk het nog steeds zo is dat ook de kandidaat die er eigenlijk te dik bovenop ligt, dat die het wel kan zijn. Maar dat vind ik zelf een hele lastige. Maar ja, mijn eindconclusie is dus Daniel is de mol. Ik ben benieuwd of het echt zo is. Maar dat gaan we natuurlijk zaterdag zien. Lieve kijkers, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Aankomende zondag zal ik nog 1 laatste video uploaden. Waarin ik mijn mening geef over dit seizoen. En waarin ik vooruitblik van het verdere verloop van dit jaar. Verder zal er ook nog 1 podcast komen, oftewel de Procast. En nog 1 speciale recap. Nou ja, en dat zijn de laatste video's die er nog aankomen voor Wie is de Mol dit jaar. Ik wil jullie vooral heel erg bedanken dat jullie altijd hebben gekeken naar mijn hints en theorieën video's. We hebben dit jaar flinke stappen gemaakt. En het is gewoon te insane om te geloven dat het allemaal kan in 3 maanden tijd. Abonneer snel, mocht je dit nog niet gedaan hebben. Fijne ontknoping zaterdag. En dan zie ik je natuurlijk de volgende keer weer. Laters.